dromen wat je in je leven gaat meemaken. Spannende gesprekken, bijzondere mensen, deel uitmaken van een unieke gebeurtenis, misschien zelfs links en rechts een klein stempeltje zetten op de historie, op de geschiedenis, op de loop van dingen. En zo heb ik die ook gehad. En hoe vind ik mij nu vandaag terug? Met een raadslid die zich absoluut niets van heeft aangetrokken, dat ik niet zag in dit project. Met een commissie die ik zag dat ik moet installeren met een naam die ik nog steeds nauwelijks aan mijn keel krijg. De Torenklimcommissie. En hier nu als burgemeester, als onderdeel van de officiële overheid van iets waar ik totaal niets in zag 2 jaar geleden. Kortom, ik ben in mij wel bevinden over het resultaat van al mijn dromen. Dat kunnen ze voorstellen. Maar ik spreek hier ook een bekeerde, een volstrekt bekeerde. Met betrekking tot het openstellen van de oude Jeruzalemkerk voor het rest, de toren. Ik zag er in het begin helemaal niet in. We hebben ooit een keer een proefklim gemaakt en dat sterkte mij in mijn opvatting. Dit blijft dicht. Maar ik heb dat iets te laat geprononceerd gezegd in de meestheid van de heer Berg. Want daarin leende hij extra energie en een geweldige drive om dit voor elkaar te brengen. Sindsdien ben ik zelfs een beetje gehouden van het woord torenklimcommissie. En sindsdien ben ik zelfs nog een beetje trots op het feit dat we straks de toren open maken en toegankelijk maken voor het publiek. Want het is namelijk echt een hele unieke ervaring om daar boven te staan. En dat moet niet alleen maar voelbaar zijn aan een burgemeester die één keertje in zijn loopbaan omhoog gaat om de eigendom van de gemeente te inspecteren. Dan ervaart wat voor fantastisch gezicht en uitzicht je hebt dan net over deze omgeving. En vandaar dat mijn beide collega's hier ook zijn. Het doet mij goed dat dit project broer heeft, oom, familielid, de vorm van de domtoren. Ik ben zelf in Utrecht geboren en een van mijn eerste verplichtingen was een heel klein jongetje dat ongelooflijk hoge ding naar boven te moeten klimmen. Mijn vader was er eentje van een harde, stevige opvoeding, dus ik heb het helemaal zelf moeten doen. En ik kan u verzekeren dat het zeer, zeer de moeite waard is. Maar het haalt het niet bij de klim straks omhoog. Uiteraard kan dit project niet in stand komen dankzij genereuze steun van de gemeente. Daar zijn we al voor bedankt, maar vooral in alle serieusheid van de sponsors. In dit blad staan zij allemaal genoemd en ik denk dat die lijst een mooie weergave is van wat zo kenmerkend is voor de Noordwijk, een grote mate van gemeenschapszin. En als er aansprekende projecten zijn zoals dit, dan is iedereen ook bereid daaraan aan mee te doen. Er gebeurt vandaag nog een tweede belangrijke gebeurtenis. De oude klok uit 1690, die 60 jaar verdwenen was, komt straks in optocht of processie, afhankelijk van uw geloofsovertuiging, mag u het woord verkiezen, terug hier naar deze kerk. En zal volgende week in deze toeren weer worden teruggehangen, waardoor de originele spelkarion weer aanwezig is en de oude klok weer op plek hangen. En alle schade van de Tweede Wereldoorlog weer is hersteld. Ik denk dat u het met me eens bent dat eenmaal een bijzondere beleving behoefte dat is tegen ons bedrijf. We hebben zijn energie en zijn credits voor dit project zijn al vele malen verlicht. En we hebben het college erover gedacht dat gaan wij hier nu aan doen. Ereburgerschap is een tikkeltje te vroeg. Daar moeten nog een paar torens meer voor doen. Dat geldt ook voor de koninklijke onderscheiding. Dat zit er ook niet in vandaag. Als we daar gerekend mogen hebben, dat gebeurt dus niet. Daarvoor moet de hele kerk open gaan om dat in de stand te brengen. Maar we hebben wel een plaat. Dit is een oude lito uit 1860. We kunnen niet ouder gaan, want daar hebben we niet het geld in de gemeente. Dat begrijpt u niet. Ongeveer het maximale. Naar een tekening van meneer
bos. En het is gemaakt door Trap de Rico. En dat geeft aan de toren waar het allemaal vandaan gaat. In een hele, hele mooie, werkelijke setting. Robuust, zelfovertuigd en duidelijk de omgeving bepaald. Maar tegelijkertijd ook, zo komt het op mij over, kwetsbaar. En naar die omgeving kijkend, van ik heb jullie ook nodig om op de komende eeuwen op een goede manier door te komen. En ik denk dat de Torenklimcommissie daar een zeer belangrijke bijdrage heeft geleverd, maar ik denk dat vooral Axelberg op die prestatie met trots mag terugzien. Zeer bedankt. Thank you.